Al 9 eeuwen is het min of meer het machtscentrum van Zeeland, de abdij van Middelburg. Vanaf 1123 als het klooster van de Norbertijnen. Vanaf de 80-jarige oorlog zetelde hier het gewestelijk bestuur van Zeeland. En sinds 1814 is hier het provinciaal bestuur gevestigd. De abdij, zoals die er nu uitziet, zag er niet altijd zo uit. In de middeleeuwen was het toch wel heel anders. Het oudste gedeelte wat er nu nog over is, dat is achter mij, dat noemen wij de Balanspoort. Scheldegotiek uit 1230, 1240 ongeveer. En toen de kanunniken hier woonden, was daar bijvoorbeeld een paardenstal. In het, wat er nu als een nieuw gedeelte uitziet, dat was een bakkerij en daar woonden ook kanunniken. Hierachter was zelfs de woning van de abt. Leeuwenkooi wordt het wel genoemd, met die spijlen ervoor. En daarnaast vergaderden de staten uit die periode en de abt was daar heel belangrijk in, want dat was de voorzitter. Vanaf de 8e eeuw verwierven veel Vlaamse abdijen bezittingen en daarmee macht in Zeeland. Zo hadden veel Zeeuwen land in leen van een abdij en waren zij verplicht jaarlijks een deel van hun opbrengst aan de ordes af te staan. Aan deze periode herinnert nog de Sint-Baafskerk van Aardenburg. De oudste kerk van Zeeland, die in de 13e eeuw werd uitgebreid, geldt als het beste voorbeeld van Scheldegotiek in Nederland. In die Scheldegotiek wordt gekenmerkt tussen zware muren, dat zie je hier ook, hè. Triforium of nonnengang. En vooral ook, als kenmerken voor de Scheldegotiek, de combinatie tussen spitsboog, dat zie je aan die vensters, spitsboog en rondboog. Een rondboog die refereert aan een oudere stijl, dus Romaans. En spitsboog die typisch is voor gotiek. En gotiek en Romaans, dat zijn de twee belangrijke middeleeuwse bouwstijlen. Dus Scheldegotiek is een combinatie daarvan. In de 11e eeuw kwam er binnen de kerk een hervormingsbeweging op gang die streefde naar een uiterst eenvoudige levenswijze met stilzwijgen, vasten en handenarbeid. In 1123 stichtte een van de voormannen van deze beweging een abdij van reguliere kanunniken op Walcheren in Middelburg. Die abdij ging binnen enkele jaren over naar de orde van de Norbertijnen. De Middelburgse abdij groeide in enkele eeuwen niet alleen uit tot een immens complex, maar ook tot het machtscentrum van Zeeland. En de abt, het hoofd van de abdij, werd een van de meest invloedrijke mannen van dit gebied. De abdij was een intellectueel centrum, want die kanunniken die konden lezen en schrijven. Nou, dat hadden ze al voor op de rest van de bevolking, want die kon dat niet. Daarnaast had de abdij heel veel grondbezit. Ze hadden overal landerijen op Walcheren, maar ook ver daarbuiten. En de abt had het recht om pastoors te benoemen, het patronaatsrecht, in wel 35 verschillende parochies. En bovendien zat hij ook nog eens een keer als voorzitter de Staten van Zeeland voor. Dus intellectueel, geestelijk en politiek was de abt en was de abdij ontzettend machtig. De laatste abt van Middelburg, Nicolaas de Castro, werd zelfs bisschop van het nieuwe bisdom Zeeland. Maar aan dat bisdom en het kloosterleven kwam in 1574 een eind, toen Middelburg zich na een beleg van bijna 2 jaar overgaf aan de prins van Oranje. De 16 Norbertijnen die het beleg hadden overleefd, verlieten de stad. De abdij werd ingenomen door het nieuwe gewestelijk bestuur en werd vanaf dat moment het officiële en nu wereldlijke bestuurscentrum van Zeeland. Maar er was veel meer gevestigd. Onder andere ook de admiraliteit van Zeeland zat hier. Dus ook over zeezaken werd er vergaderd. En, wat heel leuk is, want we staan hier op het muntpleintje. Hierachter was de munt van Zeeland. 200 jaar lang zijn daar de eigen Zeeuwse munten geslagen. Daar weer achter is de middeleeuwse refter gelegen, waar tegenwoordig provinciale staten vergaderen. En daar was een geschutgieterij en een klokkengieterij van de familie Burgerhuis. Dus er gebeurde hier van alles. Sinds 1812, met de invoering van de provincies in Nederland,
is het provinciaal bestuur van Zeeland in de abdij gevestigd en staat het middeleeuwse complex ook bekend als het provinciehuis. Ja, ik vind het mooiste provinciehuis van Nederland. Deze abdij, al honderden jaren ook de plek waar de provinciale overheid van Zeeland is. En het geeft veel inspiratie. Juist door die link met de geschiedenis is het een groot voorrecht om hier commissaris van de koning te zijn. Toch is dit niet het originele complex. In 1940 werd de abdij, net als een groot deel van het historische centrum van Middelburg, verwoest door een bombardement en beschietingen. En net als een groot deel van de oude stad werd ook het abdijcomplex gereconstrueerd. Dan stel ik voor om toch... En zo vormt de abdij van Middelburg al sinds 1123 als klooster en de laatste eeuwen als provinciehuis het politieke machtscentrum van Zeeland.